Ik ga u een korte inleiding geven over de basisregels van het appartementsrecht. Waar zullen we het vanavond zoal over hebben? Ten eerste over het woord appartementsrecht. Want als u een appartement koopt, koopt u niet alleen uw appartement waarin u gaat wonen, of misschien uw winkel vestigen, of misschien een garageappartement, maar u koopt een appartementsrecht. U wordt namelijk ook mede-eigenaar van het gehele appartementengebouw. En dan gaan we het hebben over de basis van de VVE. Waar is alle regelgeving neergelegd? Waarop berust alle regelgeving? En we gaan het hebben over de structuur van de VVE. Hoe is die VVE nou precies samengesteld? We gaan het natuurlijk hebben over de taken van het bestuur, die zetten we even op een rijtje. En daartoe behoort ook het uitschrijven van de vergadering. We gaan het hebben over die vergadering en wel over de besluitvorming in de vergadering. En verder over het activeren van een slapende VVE. Vervolgens over het meerjaren onderhoudsplan en tenslotte natuurlijk over de energiebesparing. Maar eerst nu dat appartementsrecht. Als u een appartementsrecht koopt, dan heeft u exclusief gebruiksrecht van uw privégedeelte. Maar u krijgt bovendien medegebruiksrecht op het gemeenschappelijk gedeelte. En waar moet u dan bijvoorbeeld aan denken bij het gemeenschappelijk gedeelte? Nou, het kan zijn een lift bijvoorbeeld, of een trappenhuis. Misschien een gemeenschappelijke bel, een gemeenschappelijke hal met belplateaus. En noem maar op. U wordt dus mede-eigenaar van het gehele gebouw. Dat geeft u dus rechten, maar natuurlijk ook plichten. En u bent automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Artikel 125 uit boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u verplicht automatisch lid bent van de VVE. Of u wilt of niet. We krijgen wel eens de vraag, kan ik er niet vanaf, want ik ben het helemaal niet eens met het reilen en zeilen in mijn VVE. Maar nee, dat kan dus niet. U zit daar aan vast. En natuurlijk moet u dan ook een periodieke bijdrage betalen. Want als u ergens lid van bent, moet u ook bijdragen in de kosten. En altijd maar betalen die bijdrage. Ook als u het ergens niet mee eens bent, kunt u altijd op de vergadering uw stem nog laten gelden. Maar dan toch maar betalen, want anders loopt u het risico van een incassoprocedure met de nodige kosten van dien. Bij een appartementsrecht denken we al gauw aan een groot flatgebouw met vele woningen daarin. Maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn ook heel veel kleine VVE'en. Onder andere in de stad Den Haag, waar dit plaatje vandaan komt. Hier zien we een portiekwoning met 6 appartementsrechten hierin. Beneden 2, eerste etage 2 en de bovenste 2 etages hebben er ook 2. U ziet hier de allerbovenste etage liggen de kamers onder het dak van het appartementengebouw. Betekent dat nu dat de eigenaar van die bovenste etage alleen de kosten moet dragen voor het onderhoud van dat dak en eventueel vernieuwing met haar tijd? Nee, want ook een dak hoort meestal tot gemeenschappelijk gedeelte. Evenals de vloer, de fundering en de gevels van appartementengebouw. Daar komen we straks nog op terug. En u ziet hier schematisch een verticale lijn aangegeven waardoor het trappenhuis verdeeld wordt. Geeft aan dat ook alle eigenaars mede-eigenaar zijn van het trappenhuis en dus allemaal bij moeten dragen in de onderhoudskosten. Leuk op deze foto is dat er in het appartement midden aan de linkerkant het bordje te koop staat. Veel appartementseigenaars die een appartement gaan kopen weten niet precies wat dit inhoudt. En het toppunt van onwetendheid dat we dit jaar tegenkwamen was wel die makelaar die tegen een klant zei, meneer u boft. Uw VVE slaapt. En waarom dat nou juist niet bof is, dat hoop ik u vanavond duidelijk te maken. Als je een appartement koopt, moet je natuurlijk letten op de hele staat van onderhoud van het hele gebouw. En je moet natuurlijk ook letten op wat er in het reservefonds zit. Als er meerdere mensen in één gebouw wonen, zijn er regels nodig. Waar zijn die regels zoal neergelegd? Ten eerste in het Burgerlijk Wetboek. Dat staat helemaal bovenaan. Zo'n 40-tal artikelen geeft aan wat de rechten en plichten van de VVE-eigenaar zijn en van alle appartementsrechten.
Het kan zijn dat u in uw splitsingsakte een ander artikelnummer aantreft dan u hier op de sheet ziet. Dat komt omdat in 1992 de wetgever de artikelen vernummerd heeft. In ieder wetboek kunt u achterin een transponeringstabel vinden waarmee u de oude artikelnummers kunt vertalen naar de nieuwe. En ook achterin de boeken van VVE Belang vindt u zo'n transponeringstabel. Verder zijn er natuurlijk regels neergelegd in de splitsingsakte die u heeft gekregen toen u appartementsrecht kocht en de daarbij behorende splitsingstekening, oftewel het plan van bouwlagen. Heeft u zo'n splitsingstekening niet gekregen, dan kunt u die altijd opvragen bij het kadaster in uw regio. Hoe belangrijk die tekening is, zal ik u straks nog met een aparte sheet laten zien. En verder liggen natuurlijk heel veel regels vast in uw akte in het splitsingsreglement. Het kan zijn dat een modelreglement van toepassing verklaard is. Dat is een van de boekjes die door de notariële beroepsorganisatie opgesteld zijn. En dan spreken we over een van deze vier modelreglementen. Maar het kan ook zijn dat u een integraal reglement heeft in uw splitsingsakte dat specifiek voor uw VVE opgesteld is en helemaal uitgetypt in uw akte. En tenslotte moeten zich natuurlijk houden aan het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement dat de meeste VVE'en wel hebben en dat opgesteld is door de vergadering van eigenaars. En natuurlijk moeten zich ook houden aan de besluiten van de vergadering. In mei 2005 zijn er een aantal wetsregels veranderd. Ik zal er een paar uitlichten die wel heel belangrijk zijn. Ten eerste natuurlijk het verplicht stellen van het reservefonds voor alle VVE'en. In mei 2005 is dat al ingegaan voor VVE'en die na die tijd zijn opgericht. Maar voor alle andere VVE'en gaat de verplichting van het reservefonds in op 1 mei 2008. Wat ook een belangrijke wijziging is, dat de notarissen bij overdracht van appartementsrecht gegevens op moeten vragen omtrent de stand van het reservefonds aan het bestuur van de VVE, zodat hij dit mee kan delen aan de nieuwe eigenaar. En ook moet de notaris nagaan of de verkopende eigenaar nog eventuele achterstallige bijdrage heeft aan de VVE. Een belangrijke wijziging is ook betreffende de wijziging van de splitsingsakte. Vroeger was dat met unanimiteit van stemmen. Vanaf 1 mei 2008 wordt dat met 4/5 van de stemmen plus medewerking van het bestuur. Een belangrijke verandering dus. Deze wijzigingen zijn voor alle VVE'en van toepassing. Immers het burgerlijk wetboek geldt voor alle burgers. Alleen voor een aantal artikelen is er dus een overgangstermijn van 3 jaar. En die vindt u terug in de overgangswet in het burgerlijk wetboek. Naast die nieuwe wetgeving is er ook een nieuw modelreglement gekomen. Dat is dit blauwgroene boekje, uitgegeven door de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging. In uw splitsingsakte staat altijd welk reglement voor u van toepassing is. Als u een VVE heeft van na 17 januari 2006, ligt het voor de hand dat dat nieuwe boekje van toepassing verklaard is. Maar als u een oudere VVE heeft, dan heeft u niets met het nieuwe boekje te maken en blijft gewoon geldig het splitsingsreglement dat in uw akte voor uw VVE van toepassing is verklaard. En dan verandert er dus betreffende het reglement verder niets. Dan die splitsingsakte. Niet altijd een even leesbaar stuk voor iedereen, vaak nogal doorspekt met wat vakjargon. Maar wat vindt u daar altijd in terug? Ten eerste, bovenaan vindt u de datum waarop de akte is opgesteld en gepasseerd bij de notaris. En u vindt daar terug de partijen. Partijen zijn altijd enerzijds de notaris en anderzijds de splitser. Degene die opdracht heeft gegeven om de akte op te stellen. Dat is altijd de eigenaar van het pand en bij een nieuwbouwpand zal het vaak een projectontwikkelaar zijn. U vindt daar in die akte terug de ligging van het gebouw en de kadastrale aanduiding. En met dat kadasternummer kunt u nou een splitsingstekening aanvragen bij het kadaster. En u vindt terug, ik zei het al, het plan van bouwlagen, oftewel de splitsingstekening. Hoe belangrijk die is, zullen we straks nog met een apart plaatje zien.
U vindt in uw akte altijd terug de opsomming van alle appartementsrechten. En dat is ook de plaats waar u kunt zien of uw garage hoort bij uw woonappartementsrecht of dat uw garage een los appartementsrecht is. U vindt daar terug welk reglement voor u van toepassing is, met eventueel aanvullingen en wijzigingen daarop voor uw VVE. En u vindt ook terug welk aandeel u in het geheel heeft. Het burgerlijk wetboek bepaalt dat iedere appartementseigenaar een gelijk aandeel heeft, tenzij in de splitsingsakte een andere verdeling is vastgelegd. En in de meeste splitsingsakten vinden we inderdaad een andere verdeling. Wat de grondslag is van die verdeling, is niet te zien in de splitsingsakte. Maar vanaf mei 2005 is het verplicht om die grondslag wel in de akte op te nemen. En heeft u dus een hele nieuwe splitsingsakte, dan kunt u zien hoe die verdeling tot stand is gekomen. Dat kan zijn naar aanleiding van oppervlakte, naar aanleiding van kubieke meters inhoud, maar ook bijvoorbeeld naar aanleiding van bestemming van het appartementsrecht of zelfs naar de waarde ervan. Vindt u terug vermeld in die nieuwe splitsingsactes. Dan het splitsingsreglement. Waar gaan die regels zoal over? Ten eerste over de verdeling van de gezamenlijke schulden en kosten. En u vindt regels over het opstellen van de exploitatierekening, de begroting en de periodieke bijdrage. Dan regels over gebruik en beheer van uw appartementengebouw. En u vindt daar regels onder voor het gemeenschappelijk gedeelte en vaak ook regels voor het privégedeelte. Dat hangt van uw eigen akte af. Maar in alle actes is altijd één regel zeker opgenomen. Dat iedere appartementseigenaar verplicht is zijn appartementsrecht behoorlijk te onderhouden. Wat u ook vindt in dat splitsingsreglement, dat zijn regels betreffende verzekeringen. Een opstalverzekering is altijd verplicht gesteld. En de meeste reglementen bepalen dat een WA-verzekering verplicht is. Tegenwoordig spreken we niet meer van WA-verzekering, maar van algemene aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan natuurlijk de vergadering besluiten om nog meer verzekeringen af te sluiten. Ik denk aan een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering voor vrijwilligers of bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering. Maar die keus is aan de vergadering van eigenaars. En u vindt in het splitsingsreglement altijd de oprichting van de VVE met het doel van de VVE en de statuten. Wat zijn dat nou precies, die statuten? De statuten zijn niet anders dan een vijftal artikelen uit het splitsingsreglement. En wat staat er in deze artikelen? Ten eerste de officiële naam van de VVE. Die gebruikt wordt in juridische stukken, maar die u ook altijd moet gebruiken in alle officiële stukken. U vindt de gemeente waar de VVE ligt en de ligging van het gebouw, oftewel gewoon het adres. U moet die statuten zien als een soort paspoort van de VVE. U vindt het doel van de VVE terug in uw statuten. En het doel van de VVE is hetzelfde als van alle andere VVE'en, belangenbehartiging van de belangen van de gezamenlijke eigenaars. Dus niet de belangenbehartiging van een klein groepje eigenaars of de persoonlijke belangen van een eigenaar. Nee, de belangenbehartiging van de gezamenlijke eigenaars. Dat is het doel van de VVE. U vindt in statuten ook regels terug betreffende uw periodieke bijdrage. Moet u die aan het begin van de maand betalen of aan het eind van de maand? Of misschien in uw VVE wel één keer per kwartaal? Ook dat is mogelijk en geregeld in uw statuten. U vindt daar de regels voor het bijeenroepen van een vergadering. Bestuurder kan de vergadering bijeenroepen, maar ook de voorzitter kan dat doen. En ook meestal een aantal eigenaars tezamen. En dat aantal vindt u ook terug in de statuten. En verder vindt u daar het totaal aantal stemmen dat in de VVE uitgebracht kan worden en de stemverdeling daarvan. Die stemverdeling die kan gerelateerd zijn aan het aandeel dat u heeft in de VVE, maar het kan ook zijn dat uw akte een hele andere verdeling geeft, bijvoorbeeld dat iedere appartementseigenaar één stem heeft. Dan hier het beloofde plaatje van de splitsingstekening. In het linkervlak ziet u dat bijna helemaal dik omlijnd is en een klein stukje aan de rechterkant
rechts beneden is dun omlijnd. Iets wat dik omlijnd is op iedere splitsingstekening geeft aan dat het privégedeelte is. En het stukje wat een dunne buitenlijn heeft is gemeenschappelijk gedeelte. En hier klopt het precies. Het rechter onderblokje dat dun omlijnd is, is het gemeenschappelijk trappenhuis. En het dikke gedeelte is het privégedeelte. Beneden ziet u het woongedeelte, daarboven de tuin en achter in de tuin nog een privéberging. Het middelste vlak is ook bijna helemaal dik omlijnd. Alleen aan de rechterkant in het midden weer een dun lijntje. Het gemeenschappelijk gedeelte, namelijk weer het trappenhuis. En het rechterplaatje is erg aardig. Daar ziet u drie grote dik omlijnde gedeelten. En rechts weer de dunne lijn die het geheel onderbreekt. Weer gemeenschappelijk trappenhuis plus een stuk gemeenschappelijk overloop om de andere drie dikke gedeelten te bereiken. Maar u ziet ook altijd een nummering aangegeven. In het linkerplaatje ziet u de 1 staan en in het midden de 2. En als u naar het rechterplaatje kijkt, vindt u het midden weer die 2 terug. Dat geeft aan dat dat middelste dikomlijnde vlak privégedeeld is van appartementsrecht 2. Dat hoort dus bij het appartementsrecht van de eerste etage. En het betreft hier een berging. En u ziet die andere twee dikke vlakken ook genummerd met 3 en 4. Die behoren tot de appartementsrechten 3 en 4, die op de tussenliggende etages zijn, en zijn ook bergingen. In één oogopslag kun je dus zien hoe qua appartementsrechten zo'n gebouw in elkaar zit. Hoe is die VVE verder samengesteld? Bovenaan staat de vergadering van eigenaars. Dat is het hoogste orgaan, hier worden de besluiten genomen. Sommige bestuurders denken wel eens dat zij bovenaan staan, maar dat is dus niet zo. De besluiten worden genomen door de vergadering van eigenaars. Dan kennen we natuurlijk allemaal het bestuur of de bestuurders of de administrateur. Drie woorden voor precies hetzelfde. Voor 1992 sprak de wetgever van administrateur en na 1992 hebben ze in het wetboek de term veranderd in bestuurder. Maar precies hetzelfde dus. Iets anders is de term beheerder. Een beheerder is geen bestuurder. Een beheerder is iemand die het bestuur taken uit handen neemt. U kunt bijvoorbeeld een technisch beheerder hebben. Of u kunt ook een administratief beheerder hebben die de administratie doet voor de vereniging en ook alle financiën vaak beheert. Dan nog een moeilijke term waar wel eens wat verwarring over is, dat is de voorzitter. Als we spreken van voorzitter, spreken we van voorzitter van de vergadering van eigenaars. Zijn taak is dan ook het leiden van de vergadering. Daarnaast heeft hij in het splitsingsreglement nog een paar kleinere taken toebedeeld gekregen. Bijvoorbeeld een beslissing nemen wanneer er een spoedgeval is. Maar zijn voornaamste taak is het leiden van de vergadering van eigenaars. En daarnaast kennen we nog een andere voorzitter. Als het bestuur namelijk uit meerdere personen bestaat, dan staat er in het splitsingsreglement dat zij zich uit hun midden een voorzitter kiezen. De bestuursvoorzitter dus. Vaak krijgen wij de vraag, mag iemand uit het bestuur ook voorzitter zijn van de vergadering van eigenaars? Ja, als het bestuur uit meerdere personen bestaat, dan mag dat. Maar als er maar één bestuurder is, dan moet de voorzitter van de vergadering een andere persoon zijn. Ja, en dan is het wel eens noodbreekt wet, want er zijn kleine VVE'en die niet genoeg mankracht hebben, die wat taken op zich willen nemen. En dan zal het in de praktijk soms toch dezelfde persoon zijn. Maar formeel mag het dus niet. Dan kennen we nog als orgaan de Raad van Commissarissen. De meeste van u zullen daar niet mee te maken hebben. Het zijn voornamelijk de hele grote VVE'en die een dergelijk orgaan hebben. Het is een orgaan dat toezicht houdt op het hele reilen en zeilen van de VVE. Dan hier even kort op een rijtje de taken van het bestuur. Ten eerste voert natuurlijk het bestuur het beheer over het gebouw. En is de vertegenwoordiging van de VVE naar buiten, tegenover derden dus. Een belangrijke taak is ook het uitschrijven van de vergadering van eigenaars. Waarbij altijd goed op de termijnen gelet moet worden. Daar komen we zo nog op terug. Verder zorgen ze voor het onderhoud en het eventueel opstellen van het meerjaren onderhoudsplan als de vergadering dat wenst.
Ze zorgen voor het maken van de begroting en de exploitatierekening. En berekenen natuurlijk de bijdrage die iedereen weer zal moeten betalen het komend jaar. Verder zorgt het bestuur voor die opgave aan de notaris waar ik het in het begin al even over had. Als de notaris informatie vraagt omtrent de stand van het reservefonds, dan moeten dus de financiën up-to-date bijgehouden zijn. En ook moet het bestuur opgeven of een verkopende eigenaar nog eventuele achterstallige betalingen moet doen aan de VVE. En het bestuur beheert natuurlijk alle financiën. Ze innen alle gelden en zorgen voor het betalen van alle rekeningen. Het bestuur voert de besluiten van de vergadering van eigenaars uit. En soms is het nodig dat de vergadering daar nog aanwijzingen bij geeft. En heel belangrijk is ook dat het bestuur zorgt voor het toezicht op het naleven van de splitsingsakte en alle regels in het reglement. En als het nodig is, dan zal het bestuur ook een eigenaar moeten waarschuwen dat hij zich aan de regels moet houden. En als het niet gewoon gaat en iemand wil niet luisteren, dan zal er al gauw een aangetekende brief over gestuurd moeten worden. Dan het uitschrijven van die vergadering. Oude splitsingsreglementen bepalen vaak dat er een termijn is van 8 vrije dagen. Heeft dat iets met vakantie te maken of met het weekend? Nee, in het geheel niet. 8 vrije dagen wil zeggen de dag van uitschrijven van de vergadering telt niet mee en de dag van vergaderen telt niet mee. 8 tussenliggende dagen dus. Latere splitsingsreglementen die geven aan een termijn van 15 dagen. Om te kunnen stemmen op de vergadering moet een bepaald aantal eigenaars aanwezig zijn, het quorum. Een gewoon quorum is de helft van het aantal stemmen dat in de VVE uitgebracht kan worden. En een gewoon quorum moet aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Is nou dat quorum op de vergadering niet aanwezig, dan kunt u wel vergaderen, maar u kunt niet een formeel rechtsgeldig besluit nemen. Dan zal er een tweede vergadering uitgeschreven moeten worden met dezelfde agenda. Die tweede vergadering mag niet eerder gehouden worden dan 2 weken na de eerste vergadering. En ook niet later dan 6 weken na de eerste vergadering. En op de uitnodiging moet duidelijk staan dat het gaat om een tweede vergadering. Want op die tweede vergadering mogen besluiten genomen worden, ongeacht het aantal mensen dat gekomen is. In het nieuwe modelreglement is het quorum vervallen. Het bleek zo vaak nodig, vooral in grotere VVE'en, om een tweede vergadering te organiseren, dat de notarissen bepaald hebben dat 1 vergadering genoeg moet zijn. Wie zijn stem wil laten horen, moet maar komen of iemand een volmacht geven. Ik zei het al, in een splitsingsakte vinden we het totaal aantal stemmen dat in de VVE uitgebracht kan worden en de verdeling daarvan. In de vergadering kunt u mondeling stemmen, dat kan door hand opsteken bijvoorbeeld. Maar als niet iedereen evenveel stemmen heeft, dan is dat moeilijk tellen. Het beste doet u dan met stembriefjes. En als u nu uw mening op het stembriefje heeft geschreven, is dat dan een schriftelijke besluitvorming? Nee, ook dat valt nog onder de mondelinge besluitvorming op de vergadering. Schriftelijke besluitvorming is buiten de vergadering om. En wat we de laatste tijd nog wel eens vaak zien, is dat in een VVE een enquête uitgeschreven wordt en rondgestuurd. En dat dan de enquête weer binnenkomt en zegt het bestuur, oh kijk, de meerderheid is het met ons eens. Die zijn voor het besluit, dus het besluit is nu genomen. Maar zo werkt het niet, want schriftelijke besluitvorming buiten de vergadering om kan alleen maar met unanimiteit van stemmen. Dat wil zeggen dat alle eigenaars met een voorstel schriftelijk in moeten stemmen. Dan over de volmacht, ik noemde hem al even. Als u uw stem niet wil verloren laten gaan wanneer u niet naar de vergadering kunt, dan kunt u iemand een volmacht geven. Dat kan iedereen zijn, dat hoeft geen appartementseigenaar te zijn. De volmacht is ook vormvrij. U kunt gewoon een briefje schrijven, de naam vermelden, handtekeningen eronder en het is in orde. Dan die stemverhouding. Wanneer een voorstel wordt gedaan en een besluit moet genomen worden, dan is dat meestal met gewone meerderheid van stemmen. Dat wil zeggen de helft van het aantal uitgebrachte stemmen plus 1 moet voor het besluit zijn, wil het aangenomen zijn. Een ander woord voor gewone meerderheid is volstrekte meerderheid of absolute meerderheid.
Dat klinkt veel strenger, maar volstrekte meerderheid of absolute meerderheid is precies hetzelfde als gewone meerderheid. De helft plus één dus. Daarnaast kent de splitsingsakte nog een andere meerderheid, de gekwalificeerde meerderheid, voor heel belangrijke besluiten. Dan wordt bepaald dat een groter quorum aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld 3/4 of 2/3, en dat ook een groter aantal uitgebrachte stemmen in de vergadering voor het besluit gestemd moet hebben. Vindt u terug in uw eigen splitsingsakte. En nog strenger is natuurlijk een besluit met unanimiteit van stemmen. Dat was altijd nodig voor het wijzigen van de splitsingsakte. Ik zei al, was al, want vanaf 1 mei 2008 geldt voor iedere VVE dat de akte gewijzigd kan worden met 4/5 van het aantal stemmen, plus medewerking van het bestuur. Wat wel altijd nodig blijft voor het wijzigen van de akte, is toestemming van alle hypotheekhouders. Dat blijft onveranderd. En wat doet u nu als uw VVE slaapt? Als de VVE slaapt en nog niet actief is, kan iedere appartementseigenaar een vergadering uitschrijven. U bepaalt de plaats en de datum en u zorgt dat iedere eigenaar uitgenodigd wordt, want iedereen heeft het recht om een vergadering bij te wonen. U stuurt natuurlijk ook de agendapunten mee waarover gesproken zal worden. En doet u ook een formulier erbij voor een volmacht. Hij is vormvrij, maar de eerste keer denken de meeste mensen daar niet aan. Dus doet u een eenvoudig formuliertje waarop een naam ingevuld kan worden en de handtekening. En dan zullen beslist eigenaren daar gebruik van maken. Het is zo, als je een volmacht aan iemand geeft, dan geef je je plaats in de vergadering weg. Ook je stemrecht en ook je spreekrecht. Dus of de gevolmachtigde mag gaan, of de eigenaar zelf. En maakt u op die vergadering ook altijd een presentielijst. U kunt dan altijd nog zien wie precies aanwezig waren. En het is ook makkelijk bij het controleren van het tellen van de stemmen. En vooral ook altijd notulen maken. Ook als u maar met een paar bent en u gaat gezellig met elkaar om de keukentafel zitten, schrijft u toch precies op wat er besloten is en wat niet. Dat voorkomt achteraf een hoop problemen. En stuurt u die notulen ook niet al te laat rond. Wij vinden 1 maand nog een redelijke termijn. Wat moet er zo besproken worden op die eerste vergadering? Ten eerste natuurlijk het benoemen van een bestuurder. En het benoemen van een voorzitter van de vergadering, want die moet immers de vergadering gaan leiden. Dan bij nieuwbouw zal de oplevering op het programma staan. Oplevering van het privégedeelte kunt u zelf verzorgen, maar ook het gemeenschappelijk gedeelte zal opgeleverd moeten worden. Daar moet iemand voor aangewezen worden als vertegenwoordiger van alle eigenaars. Vaak zal dat de bestuurder zijn, maar het kan ook zijn dat iemand anders in de VVE daar meer kennis van zaken van heeft. Of misschien moet er een extern bouwkundige ingehuurd worden. Bij een slapende VVE, dus in een langer bestaand pand, zal achterstallig onderhoud vaak op de agenda staan, omdat dat vaak de aanleiding is om een eerste vergadering te organiseren. Er zullen dan plannen voor het onderhoud gemaakt moeten worden. En misschien meteen ook wel voor energiebesparing en isolatie van het gebouw. En wat ook natuurlijk een belangrijk punt is, het afsluiten van de verzekeringen. Gecontroleerd moet worden of de opstalverzekering nog wel up-to-date is. Of er een WA-verzekering is. Want een ongeluk zit immers in een klein hoekje. En verder wordt er natuurlijk gesproken over de begroting en over de periodieke bijdragen die geheven zullen worden. Voorts praat u over het meerjaren onderhoudsplan. Is het wenselijk dat dat gemaakt wordt? Gaat iemand dat van buitenaf doen? Of heeft het bestuur voldoende kennis om dat te doen? En het reservefonds moet op de eerste vergadering aan de orde komen. Want vanaf 1 mei 2008 is voor alle VVE'en het reservefonds verplicht. Een meerjaren onderhoudsplan is natuurlijk altijd zeer aan te raden. VVE'en met het hele nieuwe splitsingsreglement, daarvoor is het zelfs een verplichting. De waarde van uw woning is natuurlijk heel belangrijk. En die hangt samen met onderhoud van het gehele appartementengebouw. U bent immers mede-eigenaar. Ook het woongenot wordt mede bepaald door de staat van onderhoud van het gebouw. Als u geen klachten heeft over lekkages, verstoppingen, tocht enzovoort, woont u natuurlijk veel prettiger. En bewezen is dat u zich prettiger en veiliger voelt in een schone omgeving met goed onderhouden woningen. En dan meerjaren onderhoudsplan, planmatig werken.
Bewezen is dat u veel goedkoper uit bent wanneer u alles planmatig regelt en niet iedere keer klachten moet oplossen. En tenslotte, bij verkoop van uw woning is ook goede staat van onderhoud van het gehele gebouw van belang. Een goed lopende VVE met een goed gevuld reservefonds en een goed meerjaren onderhoudsplan maakt uw appartement meer waard. En natuurlijk moet er ook gesproken worden over energiebesparing. Iedereen kan natuurlijk zelf aan energiebesparing doen. Denk aan aanschaf van energiezuinige verlichting, andere energiezuinige apparaten en ook efficiënt gebruik van die verlichting en apparaten. Niet onnodig aan laten staan bijvoorbeeld. Denk ook eens aan de standby lampjes van uw audio- en videoapparatuur. En misschien kunt u ook de verwarming wel een graadje lager zetten. Maar er zijn natuurlijk ook veel ingrijpender maatregelen te bedenken. Bijvoorbeeld energiezuinig maken van uw appartementengebouw, oftewel het isoleren van uw woning. Na de pauze zult u van het ministerie van Vrom daar nog veel meer over horen. Maar betreffende die maatregelen aan het gebouw nemen de appartementseigenaren wel een aparte positie in onder de eigenaren van huizen. Bij isolatie denken we al gauw aan isolatie van dak, vloer en of gevel. Een dak, vloer of gevel is meestal gemeenschappelijk gedeelte in een VVE. Dat wil zeggen dat u als appartementseigenaar niet zomaar op eigen houtje daar iets aan mag veranderen. Wilt u bijvoorbeeld dubbel glas in uw appartementsrecht, dan zult u daar toestemming voor moeten vragen aan de vergadering van eigenaars. De vergadering van eigenaars kan die toestemming geven, bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is vaak dat het voor eigen rekening is van de appartementseigenaar, hoewel het zich eigenlijk in gemeenschappelijk gedeelte bevindt. Voorwaarde kan ook zijn dat alle risico's zijn voor de appartementseigenaar. Als er bijvoorbeeld lekkage veroorzaakt wordt, zullen de kosten voor hem zijn. En ook bepaald kan worden dat het onderhoud voortaan voor zijn rekening is. Beter is het om isolatie gezamenlijk te bespreken. En de kosten per persoon zullen ook lager uitvallen als u gezamenlijk iets laat veranderen. En ik wil dan ook eindigen met de zin: zet energiebesparing en isolatie op uw vergaderagenda. Dank u wel.